Hey, hallo, MegaJanneman hier. Leuk dat je kijkt naar aflevering 3 van Attack of the B-Team. Nou, ik heb weer eens bezoek gehad van een creeper. Heeft dit gat gecreëerd. Uiteraard, dat doen ze. Ik had hem niet eens door. Ik was naar mijn katoen aan het kijken. Wat hier groeit. Groeide, moet ik zeggen. Sommige waren al vergroeid. Andere niet. Oh. Laatste beetje dirt weg. Hup, dat er maar weer in. Zo. Ja, en dat hekwerk, daar blijf ik ook mee bezig. Was steeds gesloopt door die lui. Ja, ik kan er een beetje slecht mee omgaan, eerlijk gezegd. Even kijken. Ja, dat is toch jammer. Ik was er eigenlijk net. En dacht ik, we gaan beginnen met deze aflevering. Maar ja, dat zit er dan weer niet in. Volgens mij moet ik het zo doen. Hup. Heb ik hier nog zo'n stuk? Daar is deze. Zo. Nou, klaar. Dan had ik deze hekjes hier neergezet. Maar ja, helaas ook alweer kapot. Moet even kijken hoor. Nou weet ik nog wel hoe ik ze maak. Maar... ja. Daar heb ik bone meal voor nodig. En daar heb ik niet zo heel veel van. Nou, we doen maar 2. Dat zijn er dan 6. Zo. Ik heb dan nog een beetje. Dat scheelt altijd. Dan maken we daar een hekje van. Ik denk dat ik meer dan 4 nodig ben. 3, 4. Nog maar... nog maar 2. Zo, dan leg je die daar neer en die daar. Doen we de 3, dan krijgen we de 6. Dat is wel mooi, hè? Dat verdubbelt het mooi. Zo. Het nadeel is dat ik nog geen gate heb kunnen vinden. Geen fence gate. Dus een hek dat open kan. Die hierop aansluit. En dat is toch wel heel erg jammer. En dit is een beetje raar. Dat deed hij gisteren niet. Nu weer wel. Dus als jullie weten hoe je een bijpassende fence gate kunt maken, hoor ik het graag. Zo heb ik ook gehoord, en althans gelezen in de comments, dat je op H kunt drukken en dan een hoed kunt uitzoeken. Nou, dat is hartstikke cool. Had ik eigenlijk zelf al ontdekt. Oh, en deze... en de knopjes van... dat er knoppen zijn waarmee je de morphmenu kunt uitzoeken. Dat waren toch iets andere. Ik heb hier zo'n rechthoekig haakje, daar moet ik op drukken. Dan krijg ik deze te zien. En dan kan je daar ook mee zoeken. Nou ja goed, dat werkt hartstikke leuk. Maar hij zit ook onder de tilde, dat is dit snelmenu. En ik heb een bed gekild, dus wat kan je dan doen? Vliegen. En waar vliegen we dan heen? Hier even heen. Kijken, volgens mij moet ik gewoon hier zijn. Ja, daar. Iemand zei ook in de comments, ik weet ook niet meer wie dat is geweest, dat er onder deze vogelverschrikker een spawner zit. Dat klopt. Het is een zombie spawner. Nou, bedankt voor de tip. Ik wist het niet. Ik heb nog zo'n ding gevonden, zo'n vogelverschrikker. Ja, en ook daar zat een zombie spawner onder. Dus als jullie weten of daar... ook andere spawners zijn, dan hoor ik dat ook graag. Dus laat het dan even weten via de comments. Lees ik dat weer, helpt het mij weer enorm. Maar goed, dit is mijn nieuwe huis. Met allerlei types glas. Ik ben weer aan het experimenteren geweest, maar dit zijn dus plain paints. Die staan volgens mij niet goed. Die zijn niet goed. Ze moeten zoals deze. Nou ja, dat is een bukje. Zo, en ik ben weer mezelf. Voilà, met de hoed. Een mijnershoed. Ik vind hem leuk. Maar goed, ik was eigenlijk van plan vandaag om een bepaalde mod onder de loep te nemen. De Carpenter's Mod. Dus ik zet nog even hier een werkbankje neer. Kijk, dit is een Carpenter's Block. En er zijn verschillende vormen van. Ik heb er 2 gemaakt. Dat is 1. En dat is 2. Even kijken. En daar hoort ook gereedschap bij. Namelijk de Carpenter's Hamer. Een carpenter is een timmerman. Mocht je dat niet weten. En dit is een chisel en dat is een beitel. Zo, dit even terug. En wat kan je hier nou mee? Nou, allereerst kan je deze blokken vervormen. Met de hamer. Dat is een halve. Hele. Als je het opslaat, wordt hij zo. Nou, dat is ook cool. Volgens mij... Nee, dat werkt alleen met deze. Dan kan je ook weer allerlei vormen aanmeten. Ik vind dat leuk. Maar hoe je de oorspronkelijke vorm terugkrijgt, weet ik niet. Maar dan hakken we hem gewoon weg. Over weggesproken. Ga jij eens even weg. Hup, ook weer weg. Oh, die spier wil ik wel. Ik weet niet waarom, maar ik wil hem gewoon. Hier is ook al een creeper geëxplodeerd. Dan moet ik ook nog weer een beetje opruimen. Nou, ach. Ja, en ik wil dat stuk vlees ook. Waar is die nou? Ploep, ik heb hem. He. Het is niet ideaal. Zo hoog. Ik moet steeds een stukje omzwemmen, maar dat doe ik graag. Oké. Oh. Nou goed, ik moet toch even kijken of ik hier dan mijn eten heb. Ik dacht toch echt dat ik eten bij me had. Heb ik het hierin gestopt? Nee. Nou, dit is ook nieuw. Dat kan je met Tinkers Construct doen. Een droog rek. Maar daar heb ik wat zombievlees aangehangen. Oh, dat kan ook gewoon je... Je zwaard is op. Nou had ik ook een stukje vlees hier aangehangen, deze. Of een long of een spier. Kijk of dat ook droogt. Want met vlees... zombievlees verandert dus in monster jerky. Nou, dat is gek genoeg best lekker. Dus dat deed ik altijd lekker op. Oh, ik had het daar neergelegd, want het is ook nieuw. Kan met bibliocraft. Kan je planken maken. En dan zet je dan 3 dingen op. Bijvoorbeeld mijn turkey. Soms valt het in je hand, soms niet. Hup. En drogen we even nieuwe. Oh, en deze zijn ook nieuw. Kratten. En dat is van de Better Storage Mod. Daar ben ik ook erg blij mee. Maar goed, we waren met de Carpenter's Mod bezig. Carpenter's Blocks eigenlijk. Dus dat is al bijzonder dat je ze kunt vervormen. Maar wat ook leuk is... is dat je er een structuur aan kunt geven. Kijk, nu is het dus gewoon een stuk hout. Een stuk steen, maar ja, het blijft gewoon een Carpenter's Block. En dan kan je deze bijvoorbeeld ook doen. Wat die mooie lijn. En daar staan ze op, de 3 Stooges. Kwik, kwek en kwak. Nou, toen waren ze weer weg. Opgeruimd staat netjes. Kom maar hier met dat vlees. Dus dit is al wel cool. Kijk of die er ook gewoon weer zo op kan. En dan kan je er ook nog weer zijkant op zetten dus. Dat is allemaal hartstikke leuk. Hup. En je krijgt gewoon je speel weer terug wat je erin gestapt hebt. Zo. Nou kan je ook een deur maken. Oh, dan moeten we eerst wat nieuwe Carpenter's Blocks maken. Het begint een beetje irritant te worden, dat gebrom van die daar. Ga eens weg joh. Ik ben er nu klaar mee. Hup, die nog. Die komt volgens mij van achter. Nou, even hierheen. Want ze spawnen, kunnen hier gewoon van die berg af dumpen springen. Kijk, hier zijn een in de grond. Het is altijd gevaarlijk. En... heb die ook weg. Hè? Weer rust. Laat me alleen mensen. Hier staat geen. Gaan we weer verder. De Carpenter's Block. Dit even aan de kant. Dat zijn deze dus. Nou, zijn die best leuk om te maken. Kost ook niet zo heel veel. Wel een paar blokken in het midden. En een paar stokken aan de zijkant. Zo. Nou, hoppakee, er zijn er weer een paar bij. Kan je bijvoorbeeld ook een deur meemaken? Ik dacht dat je dat zo doet. Ja. Hup. Deze dan weg. Zetten we deze er weer in. En als je nou die... Oh, wacht, dat moet met de hamer. Kijk, met de hamer verander je dus de vorm van de deur. Dat is heel leuk. Helemaal niet gek. Een mooie glazen deur. En dan kan je dat nog echt doorheen kijken. Cool. Kijk, zo wat hij ook nog mooi houdt. Dat was die weer vol. Misschien kan deze er ook nog op. Of via de achterkant zal die hetzelfde zijn. En de achterkant heeft nog een andere structuur. Oh, fuck. Nou ja, ik vind het zo al hartstikke cool. Leuke deur. Oké. Oh. Oh, die was ook niet raar. Ik houd eerst even op deze. Laat me eruit. Nou, top. En zo zijn er natuurlijk wel meer dingen die je kunt doen. Je kunt een... even kijken hoor, deed je dat zo? Pressure plate. Zelfs een pressure plate kan je doen. De Carpenter's Hedge. Nou, dat is ook interessant. Even kijken. Ik heb hier een gat, geloof ik. Nou, als die er nog niet is, gaan we hem er maken. Huppakee. En nou moet ik eigenlijk... Nou heb ik natuurlijk geen gras, want ja, geen silk touch. Maar goed, kijk, valt die amper op. Camouflage. Dat is hartstikke leuk. Daar zit hij. Je kunt er gewoon op staan. Niks aan de hand. Even kijken, dan heb je volgens mij deze ook nog. De ladder. En... even zien. De ladder. Zo. Kan je die dan ook veranderen? Nee. Kan dan wel een andere kleur geven. Nou, dat is best leuk zo. En hij werkt gewoon. Perfect. Hoppakee. Wat hadden we nog meer? Nou moet ik even zoeken hoor. Carpenter. Deur hebben we gemaakt. We gaan een bed maken. Want dat is ook heel geinig. We hebben er nog 3. Even kijken, ik heb niet zo heel veel wol. Hé joh, ik schrik van je. Nou, ik heb hier wat bessenstruiken neergezet trouwens. Mijn rijstveld. Koffie en ze zijn allemaal rijp. Mijn rijst is aardig volgroeid. Hier kweek ik onkruid. Dan moet ik nog iets anders plaatsen. En dit is een sprinkler. En daaronder zit een waterbak. Heel handig. En in deze sprinkler kan je zelfs nog boonmeel doen. En dan groeit hij nog sneller. Nou, je pakt er best een groot gebied mee. Volgens mij 5 aan beide kanten. Of 6. In ieder geval best veel. Ook erg leuk. Maar we gaan nu eerst een bed maken. Die heb ik nog niet. Wel nodig. Zo, we hebben wol. En we hebben een carpentersbed. Nou, even kijken hoor. Waar ga ik slapen? Als ik al ga slapen. Ik zet hem hier neer. Zo. Nou, dat is wel leuk. Dan is het tenminste niet meer rood. Zoals het normaal is. En wat is dit voor een bloemetje? Nou, hartstikke mooi. Dan kan je dus... de kleuren aanpassen. Ik weet niet wat daar gebeurde. Het bloemetje is weg. Ja, dat is wel heel grappig. Ik heb geen idee. Nou, en hij is weer mooi wit. Je kunt ook nog... Oh, daar is mijn bloemetje weer. Je kunt het bed ook nog een andere kleur geven. Nou is die donkerbruin en deze kant is iets anders. Die geven we... Zo. You can only sleep at night. Ja, dat weet ik. Wat hebben we nog meer? Carpenteren. Dat is niet goed. Nou, een trap. Kijken wat dit is. Oh, dan kan je de kaarsen. En een safe hebben we. Block of iron. Ja, een bloempad is natuurlijk ook leuk. Oh, ik had ook een Carpenter's Gate al gemaakt. Die maak je net zoals een gewone gate. Want dacht ik, als ik die nou wit verf, dan past die mooi hierbij. Is ook niet zo, dus ik moet waarschijnlijk een Carpenter's Block doen. Maar ook die kan je weer een andere kleur geven. En misschien zelfs een, ja, een ander uiterlijk. Gewoon als een lullig muurtje. Nou, hartstikke cool. Wat mij betreft. Wil je erin? Nou, weet je wat? Ik laat je erin. Kom maar. Hup, ga maar naar binnen. Jij woont vanaf nu bij mij. Als je maar van mijn tuin afblijft. Dat zou ik niet cool vinden. Welkom, de brandweerman. Nou, deze zijn al vergroeid, dat is cool. Maar goed, wij waren bezig met de carpenter. De lever, een pressure plate, nou dat zal wel. Je kunt ook nog een Oh, dit scheelt wel. Dit is gewoon een bovengrondse daylight sensor. Dan hoef je niet meer achter de kwarts aan en dan weet ik veel wat. Goed, de shizzle. Deze. Daar kan je ook dingetjes mee doen. Is ook leuk. Heb ik deze al meegemaakt? Ik zal hem zo even neerzetten. Dan kan je het beter zien. Gewoon van hout. Nou, dat is best leuk. Even laten zien wat je met de shizzle kunt. Ja, ik hoor ontzettend raar geluid van buiten komen. Volgens mij is het een vliegtuig. Ja. En de helikopter. Nou, lekker. Goed. Met deze kan je dus blokken een motiefje geven. Nou, probeer ik deze even uit. En dan heb je dirt met een motief. Dat is toch best cool. Of... kijk, die kan dus weer een nieuw motief hout. Dan heb je bijvoorbeeld deze. En zo heb je nog veel meer. Dat is wel cool. Ik vind dat leuk. Je kunt echt van alles doen. Kijk, dan wordt zo'n lime ding opeens een leuk blok. Ook hartstikke leuk. Misschien kan je het zelfs wel met ore doen. Denk ik niet, maar misschien kan het. Ik probeer het gewoon. Nee, dat zou te leuk zijn. Kom er maar weer uit. Wat hebben we nog meer? Toch een beetje testen. Oh, open jij. Dus kijk of dat ook met gewoon een fence kan. Denk ik ook niet. Nee. Het zou te leuk zijn. Kom er maar weer uit. Met deze. Nope. Nou, leuk, 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 leuk. Zo, deze mee. Zo, nieuwe stokken. Even wat nieuwe blokken maken. Het zijn er weer 20. Want wat hadden wij daar nou net nog meer? Nieuwe deur. Cool. Maar even zien. Doe je dat zo? Zo was een ladder. Kijk, hoe maak je dan een trap? Zo, een hek. Dit is een collapsible blok. Daar krijg ik een 9 van. Waarom pak ik er dan ook 9? Wat kunnen we daarmee doen? Ik weet het denk ik wel. Oh, kijk. Kan je hem een beetje vervormen. En met de rechtermuisknop druk je het weer omhoog. Ook leuk. Ook leuk, 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 leuk. Ach, er zit zoveel leuks in deze modpack. Weg met dat dirt. Hoppakee. Goed, ik weet niet meer wat ik wou doen. Daar staat het. Een bloempot. Oh ja. Bloempotten zijn natuurlijk heel cool. Weg ermee. Zo, hebben we een bloempot erbij. Die kan daar niet staan. Kan die hier wel staan? Ja. En ook die kan je weer een andere kleur heeft. Nou, gekleurde bloempotten, dat is toch wel cool. Dat zouden ze nou ook in Minecraft moeten doen. Gewoon een klein dingetje, even in vanille Minecraft inbouwen. Je bent klaar. Dan kan ik eindelijk ook van dit plantje af. Oh. Nee, misschien wel niet. Nou, whatever. Hij staat er volgens mij gewoon in. En wat hebben we nog meer? Dit ding. Ja, moet je ermee. Krijg je er 6 van. Nou, testen we ook even natuurlijk. Oh, en daar is mijn bloemetje weer. Shut up. Weg. Weg. Ai. Hup. Oh, en het onwit ook. Waarom hoor ik dat dan niet? Dat ik geluid zachtjes heb staan. Ja, mijn buurvrouw is er nog steeds. Mevrouw de heks. Ik hoor het onweer. Zo, kan die dan ook een... Oh. Een structuur krijgen. Bijvoorbeeld dit. Ja. Nou, vind ik toch mooier. Hoppakee. De deur moet ik dadelijk weer afbreken. Wat ik ook leuk vind, zijn die... als het regent... komt er een beetje water op die willekeurige blokken. Nou, ik geloof dat dit het ongeveer was. Ik weet niet zeker hoe lang ik opgenomen heb. Maar goed, dat maakt er niet uit. Dus als jullie weten hoe je zo'n kate moet maken... Mr. Crayfish, ik zou daarop kunnen zoeken natuurlijk. Wow. Er was vuur hier. Ik hoor dat uitgaan. Is ook geen goede plek om te staan. Ik kan beter naar binnen. Oh, hij brandt zelfs anders. Hm. Ze gaan uit. Ja. En die gaat gewoon uit. Wat irritant. Realistisch, maar irritant. Electric fence, ja, die wist ik al. En daar kan je ook allemaal meubeltjes mee maken. En zo zijn er nog, is er nog veel meer. Een Christmas tree, ja. Yeah. Gaan we mooi niet doen. Het is nog lang geen kerst. Oh, we kunnen nu gaan slapen. Nou, dat werkt hartstikke goed. En dan denk ik dat ik er hier maar mee... Hé, hij was toch een andere kleur? Nou ja, weet ik ook niet. Nou ja, dan stop ik er weer mee. Einde aflevering 3. Leuk dat je hebt gekeken. Vond jij het ook leuk? Laat dan even een like achter. Of nog beter... abonneer je op mijn kanaal. Alvast bedankt. Hey, tot de volgende keer. Later, doei doei.